Ik ben Geert van de Kruijzen. Ik werk nu 4 jaar bij Xperit en ik hou me bezig met het helpen van klanten richting cloud transities, eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus ik hou me bezig bij het verbeteren van software, het verbeteren van infrastructuur, eigenlijk alles om mijn klant beter digitaal te kunnen servicen. Ik zit op dit moment bij Mosedex. Mosedex is een farmaceutische groothandel en we zijn Mosedex aan het helpen om de volgende stap te maken voor apothekers. Wat zijn de apothekers van de toekomst en hoe kunnen we ze daarbij helpen op een digitale manier? Ik werk bij Xperit omdat ik hou van uitdagingen. En binnen Xperit heb ik de vrijheid om zelf mijn uitdagingen uit te zoeken, uit te kiezen en er zijn gewoon genoeg uitdagingen. De grootste fout die ik heb gemaakt bij Xperit, ja, ik maak continu fouten en daar leer ik van. Ik kan niet zeggen dat ik 1 super grote fout heb gemaakt, maar ik hou ervan om heel vaak heel snel fouten te maken, zodat ik mezelf blijf ontwikkelen en blijf leren. De typische Xperiter is iemand die enthousiast is van techniek, een entrepreneur is, dus die zelf graag uitdagingen aanpakt, nieuwe dingen gaat proberen, samenwerkt met anderen. Dat is de typische expert. Wat maakt expert bijzonder? Ik denk dat we een heleboel mensen hebben die van allerlei organisaties komen en daar allerlei ideeën van meenemen. En dat we daar uiteindelijk een hele hechte groep zijn geworden. En die open is voor nieuwe dingen, enthousiast blijft om nieuwe dingen te proberen, om dingen anders te doen dan anderen. Ik merk dat nieuwe mensen die binnenkomen heel snel in die groep worden opgenomen. Dat vind ik echt speciaal. Nee, als ik een dag iemand anders zou willen zijn, dus soms zou je wel je klant willen zijn. Hè? Omdat je soms moet je heel erg overtuigend zijn om een bepaalde klant mee te nemen in jouw ideeën, waarvan je zeker weet dat het uiteindelijk goed is voor die klant. Maar dat ze toch zo eigenwijs zijn, soms denk je, nou, als ik even in zijn schoenen kon staan, konden we die beslissing nemen, konden we die stappen vooruit gaan nemen. En kost het niet zoveel moeite om een bepaalde persoon te overtuigen.